President Bouterse schrijft brief aan Suralco, RGB in hoger beroep in kwestie Chiragali, nieuwe regering voor Antigua en Barbuda. Goedenavond, het STVS-journaal op vrijdag 13 juni 2014. Het is nog niet bekend of de regering al een antwoord heeft geformuleerd op het veelbesproken schrijven van bauxiet multinational Alcoa. De moedermaatschappij van de Suralco wilde vandaag weten of Suriname haar voorwaarden om te blijven werken in Suriname wel of niet overneemt. Minister Jim Hock van Natuurlijke Hulpbronnen deelde onze nieuwsdienst mee dat het staatshoofd vandaag wel een schrijven heeft gestuurd naar Alcoa. Maar hij kan nog niet ingaan op de inhoud van deze brief. Eerder deze week gaven zowel de bijzondere DNA-commissie als de presidentiële adviescommissie aan meer tijd nodig te hebben om de regering te adviseren in de kwestie Suralco. De president riep in het parlement oppositie, coalitie en alle betrokkenen op om in nationaal belang mee te denken over oplossingsmodellen. Sedertdien hebben verschillende partijen zich gebogen en uitgesproken over dit vraagstuk. Minister Steven Reliefeld van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in de zaak Chiragali. De rechter heeft Chiragali gelijk gegeven in de zaak waarbij de staat domeingronden van de ondernemer heeft teruggevorderd. Je kan geen landbouwgrond hebben gekregen van de regering met als doel landbouw, want daarvoor heb je het aangevraagd. Je hebt de grond zoveel jaren geleden gekregen, je hebt het nooit in cultuur gebracht. Je vraagt bestemmingswijziging van de vorige regering, je krijgt het ook nog. Je schrijft de bestemmingswijziging niet in, betekent dat de bestemmingswijziging van rechtswege vervalt. Dan kan je mij niet komen zeggen dat je miljoenen hebt geïnvesteerd. Want die ene papayaboom die daar is gegroeid door vogelpoep. Chiragali kreeg 28 hectare domeingrond in Paramaribo Noord begin jaren 90 voor uitoefening van landbouw. De rechter heeft de staat ook verboden de intrekking te laten registreren in de hypotheekregisters. De bouwwerkzaamheden van de Amerikaanse ambassade op de hoek van de Kristalstraat en de Kleine Straat zijn op schema. In 2016 moet het gebouw worden opgeleverd. Er wordt met voortvarendheid gewerkt aan de bouw. Om de buurtbewoners geen geluidsoverlast te bezorgen, worden de palen niet in de grond geheid, maar gedrild. Het bouwterrein is ook meters opgehoogd, omdat de omgeving bekend staat om wateroverlast. Het pand aan de Dr. Jovier Edmondstraat, waarin de ambassade nu is gehuisvest, zal worden verkocht. Stefan Ziegenvoes, New Embassy Compound Project Director, geeft aan waarom is gekozen voor de bouw in Paramaribo Noord. The US Embassy is usually on a fairly large compound. The only areas that we found that had the land available were in the north of Paramaribo. So this is a approximately 3.5 hectare site. This availability of open land was really only available in the north. And that's why we chose this part of Paramaribo to build the embassy. In het nieuwe gebouw zullen de afdelingen van de Amerikaanse ambassade in Suriname worden ondergebracht. De verschillende Rotaract-clubs moeten afzonderlijk werken aan een strategisch plan. Talia Bernard, vertegenwoordiger van de district Rotaract, merkt op dat er meerdere Rotaract-clubs zijn die dezelfde doelen nastreven. Als vertegenwoordiger van de district Rotaract is het onder andere haar taak om hierin advies uit te brengen aan de clubs. Yes, so basically we are advising them along particular areas to focus on. For example, membership recruitment, that is important for the sustainability of their clubs, right? They need members to continue the club. Marketing, branding is important. That will also assist in membership recruitment. We have finances as well. As I said, it's very competitive out here, so you know they need to think long-term, see how many funds they could raise to execute their projects. And those are some of the areas. Suriname is voor de derde keer gastland van de 28e Rotaract District 7030 conferentie. Rotaract staat voor Rotary in Action en is bedoeld voor ambitieuze jongeren die zich naast hun studie en of werk actief en vrijwillig inzetten voor de maatschappij en zichzelf verder willen ontwikkelen.
Het betreft jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Het nastreven van professionalisme en het dienen van de gemeenschap is hun hoofddoel. En dat is namelijk dat sowieso de reds, dat er een stukje knowledge, een stukje training, want daarvoor staat de Rotary ook. We ontwikkelen leiderschapskwaliteiten, dus dat stukje wordt bijgebracht. Verder ook de zaterdag is de District Assembly, dat alles dat op programma staat wordt uitgevoerd en dat we terug naar huis kunnen gaan om eventueel huiswerk dat we mee hebben gehad te maken en ons voor te bereiden op het nieuw servicejaar. Vanavond is de openingsceremonie van de conferentie in het Rumhuis van de SAB aan de Cornelis Jongbouwstraat. Het thema van de conferentie is Learn, See, Accept the Different Cultures. En de slogan Suriname, where diversity becomes unity. Rotary Act clubs van verschillende CARICOM-lidlanden doen mee aan de conferentie. De vertegenwoordigers van de Rotary Clubs buigen zich dit weekend over de strategische koers tussen 2014 en 2017. Tot zover de nationale informatie, zo meteen het internationaal nieuws. Het electoraat op Antigua en Barbuda koos gisteren een nieuwe regering en een nieuwe premier. De Antigua en Barbuda Labour Party, de ABLP, onder leiding van de 47-jarige Gaston Brown, versloeg de United Progressive Party, de UPP, van de zittende premier Baldwin Spencer, die sedert 2004 de scepter zwaaide op Antigua en Barbuda. Ondanks dat het verkiezingsproces moeilijk op gang kwam, waarbij er zelfs een rechterlijke uitspraak aan te pas moest komen, is de stembusgang rustig en vlot verlopen, zonder noemenswaardige incidenten. Zo'n 45.000 kiesgerechtigden hebben hun stem uitgebracht. Volgens de voorlopige officieuze resultaten heeft de ABLP tenminste 13 van de 17 zetels in het parlement behaald. De kans bestaat dat ze zelfs 15 zetels binnenhaalt. De triomf van de oppositionele partij kan gezien worden als een afstraffing van het beleid van de regering van premier Spencer, dat gekenmerkt werd door economische en politieke problemen. Het begrotingstekort nam toe, de schatkist raakte leeg en de salarissen van ambtenaren konden niet betaald worden. De staatsschuld wordt nu geschat op $2 miljard. Als nieuwe premier wacht Gaston Brown een enorme taak om de economie te herstellen en overheidsinstellingen te reorganiseren, met name wettelijke corporaties die zijn verzwakt door de vriendjespolitiek van de UPP. Spencer belde Brown om 11 uur gisteravond op om hem te feliciteren. In 2013 zijn de geldovermakingen naar Centraal-Amerika en het Caribisch gebied gestegen, terwijl overmakingen naar Zuid-Amerika en Mexico daalden. Dat resulteerde in een vlakke groei voor de regio als geheel, volgens een nieuw rapport van het Multilateraal Investeringsfonds, de MIF, een afdeling van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de IDB Groep. Het rapport getiteld De overmakingen naar Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in 2013, nog steeds onder het niveau van voor de crisis, geeft aan dat vorig jaar een totaal van $61 miljard door migranten naar hun land van herkomst in de regio is overgemaakt. Overmakingen naar Latijns-Amerika en het Caribisch gebied blijven een belangrijke bron van inkomsten voor miljoenen arme en kwetsbare gezinnen, zei MIF General Manager Nancy Lee. In het rapport staat verder dat, aangezien deze sector zich heeft ontwikkeld, er een steeds breder scala aan diensten beschikbaar is voor geldovermakers, waardoor ze de overmakingen kunnen doen via hun bankrekeningen en debit- en kredietkaarten. De MIF schat dat de overmakingen aan de regio in 2014 met 5-7% kunnen toenemen. Het journaal zal tijdens de WK-periode niet om 19:30 worden uitgezonden. Ook komt dit wereldnieuws in beeld te vervallen. Het tijdstip van uitzending van het journaal kunt u zien in het programmaoverzicht van de STVS. Wij vragen uw begrip hiervoor. Blijft u verder vooral afgestemd op de STVS, uw WK-zender, uw officiële WK-zender. Tot zover mijn bijdrage aan het journaal. Blijft u afgestemd voor de weersverwachting en er is dus geen wereldnieuws in beeld. Goedenavond.